Ik ben 1,75 meter en dan te bedenken dat ze gewoon nog 15 centimeter erboven eroverheen springen, dat is echt bizar. Dus Matthijs is er ook, dat is mega gezellig. Hoi, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben nu in de parkeergarage bij de Rij en vandaag ga ik naar Jumping Amsterdam. Ik heb er heel erg veel zin in en ik ga vandaag ook weer vloggen. Thank you.
William Plummer. They could win £4,200. Here we go. Daniel Deuser, Essex, Hidalgo, Fiji, Germany. First of the four. Het is de Sixbar geweest en uiteindelijk waren er twee winnaars, want allebei gooiden ze de hindernis bij de 1,90 meter af. Dat was echt mega hoog. Ik ben 1,75 meter en dan te bedenken dat ze gewoon nog 15 centimeter erboven eroverheen springen, dat is echt bizar. En ik ben nu bij een standje van Ruiterhuis Groenendaal. Ze hebben hier ook een standje op Jumping Amsterdam, echt heel erg gaaf met mega veel spullen. En hier natuurlijk ook de Fratelli Fabrielers. Echt heel leuk. En hier allemaal mooie caps. Kijk, het glittert echt mega mooi. En een mega leuk escadronvest. Echt heel erg leuk. Ze hebben hier mega veel leuke winkeltjes. En straks is nog het 1,50 meter springen. En we zijn lekker rond het kijken bij de kraampjes. Matthijs is er ook. Dat is mega gezellig. Hij is hier samen met zijn instructrice en ik ben hier met mijn moeder. Maar hij loopt nu gezellig met ons eventjes mee. Dus we gaan nu eventjes bij de kraampjes kijken. Ik ben nu even bij de stand van Ponytail. En ik heb een heel erg leuk armbandje gekocht. Ik zal nu even het shortje in beeld laten komen. Maar ze hebben zulke gave dingetjes. Echt. Ze hebben allemaal kettingjes. En heel veel leuke armbandjes, oorbellen. Het is echt ontzettend gaaf. En jullie kunnen ook even op hun Instagram kijken. En dan kunnen jullie ook zo'n leuk armbandje kopen.
never had it so good. Jumping into love, fires into dry wood. Started off as nothing, now it's gold, and it's all on you. With God as my witness, never had it so good. Jumping into love, fires into dry wood. Started off as nothing, now it's gold, and it's all on you. Michael reed echt een prachtig foutloos rondje, maar helaas na de laatste sprong verstapte zijn paard zich en je ziet hem hier ook een beetje mank weglopen. Toen hij de ring uit was, toen kwam gelijk de paardenambulance en die heeft zijn paard naar de dierenarts gebracht, zodat hij gelijk helemaal onderzocht kon worden. En daar is geconstateerd dat hij een peesblessure aan zijn rechter voorbeen heeft. En de volgende ochtend bleek ook dat Michael er niet heel wijs vanaf was gekomen. Door de plotselinge snelheidsverandering klapte zijn hand namelijk dubbel op de manenkam. En daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje. Dus ze hadden echt enorme pech. Gelukkig is er vernomen dat na een periode van rust en begeleiding het weer helemaal goed gaat komen. Dus ik wens ze beiden heel erg veel beterschap. Zo gaaf. De laatste rubriek was 1,50 meter en dat was zo knetterhoog. Echt niet normaal. De barrage werd echt voor gestreden. Maar uiteindelijk heeft Lisa Norre gewonnen, waar ik heel erg blij mee ben, want ik gun het haar heel erg. En ze reed ook echt een keigave barrage. Echt heel erg mooi, heel erg gewaagd. En ja, het ging gewoon perfect.
We gaan nu weer naar huis en ik ben echt gesloopt, want vanochtend ben ik nog naar de Indoorcross in Ermelo geweest. Mijn wekker ging al om 4:30 en nu inmiddels is het 11:45, dus voordat we thuis zijn zal het ook rond 1:30 zijn. Dan moet ik nog even snel douchen en dan ga ik lekker slapen, want ik ben echt mega moe. Heel erg bedankt voor het kijken naar de video. Vergeet niet eventjes een blauw duimpje omhoog te doen. En hopelijk tot de volgende keer weer. Doei!